Welkom bij deze tweede kennisclip over radar. In de eerste kennisclip is aandacht besteed aan het werkingsprincipe van radar. In de tweede kennisclip wordt ingegaan op de mogelijkheden en beperkingen van radar. In de kennisclip over het werkingsprincipe van radar is al behandeld dat het met de radar mogelijk is om objecten te detecteren en om de afstand tot en de rechterboordhoek van dit object te bepalen. En hierbij moet dan ook wel gelijk een beperking genoemd worden. Want op basis van één meting is niet vast te stellen wat dit object is. Identificeren is dus niet mogelijk. De radar geeft een radarbeeld van de omgeving met alles erop en eraan. In de eerste kennisclip is behandeld dat de zender pulsen uitzendt en dat in het horizontale vlak een hoofdbundel wordt uitgezonden met een bepaalde horizontale bundelhoek. Stel dat de radarstraling gereflecteerd wordt door een klein, goed reflecterend voorwerp, bijvoorbeeld een stalen baken. De gehele puls wordt door dit baken gereflecteerd en de gehele puls wordt door de ontvanger gedetecteerd. Op het radarscherm wordt het baken daardoor in de richting van het voorwerp vergroot weergegeven. Dit wordt de radiële vergroting genoemd. De radiële vergroting is gelijk aan de halve pulslengte. Zolang de hoofdbundel over het voorwerp strijkt, worden pulsen gereflecteerd. Dit zorgt voor een zogenaamde azimutale vergroting van het voorwerp op het radarscherm. Deze vergroting is gelijk aan de hele horizontale bundelhoek. Tezamen met de radiële vergroting zorgt de azimutale vergroting ervoor dat het voorwerp op het scherm bijna als een rechthoek wordt weergegeven. Op het scherm lijkt het voorwerp dus veel groter dan dat het voorwerp in werkelijkheid is. Dit wordt de zogenaamde echo paint genoemd. Hoe verder weg het voorwerp zich van het eigen schip bevindt, hoe groter het voorwerp lijkt op het radarscherm. Schepen aan de rand van het radarscherm lijken dus altijd groter dan schepen in de buurt van het eigen schip. De grootte van de echo van een voorwerp op het scherm zegt echter weinig tot niets over de grootte van het voorwerp in werkelijkheid. Daarbij komt er ook nog eens dat bij een raster scan display de echo nog weer groter wordt afgebeeld. In deze figuur is de zwarte echo de analoge echo. Als slechts een deel van deze analoge echo in een cel met een bepaald kolom en rijnummer valt, dan krijgt deze cel de waarde 1. De digitale versie van de analoge echo wordt hierdoor dus nog wat vierkanter. Hoe meer cellen, hoe beter de resolutie en hoe minder dit effect zal optreden. Echo Paint heeft ook tot gevolg dat land op het radarscherm vervormd wordt afgebeeld en dit is een duidelijke beperking. In deze figuur wordt met de gearceerde gebieden deze vervorming weergegeven. In sommige gevallen worden bijvoorbeeld baaien of smalle doorgangen niet op het radarscherm weergegeven. Hoe kleiner de horizontale bundelhoek en hoe kleiner de pulslengte, hoe kleiner de vervorming en hoe gedetailleerder de omgeving weergegeven wordt. De vergroting van objecten op het scherm door de Echo Paint beperkt de radar in het kunnen onderscheiden van objecten die dicht bij elkaar in de buurt liggen. Dit wordt het onderscheidingsvermogen van een radar genoemd, maar een betere naam is misschien een onderscheidingsbeperking. Het onderscheidingsvermogen van een radar wordt gesplitst in een afstand- en een peilingsonderscheidingsvermogen. Het afstandsonderscheidingsvermogen is het vermogen van de radar om twee objecten die zich in dezelfde richting bevinden afzonderlijk weer te geven op het radarscherm. Het peilingsonderscheidingsvermogen is het vermogen van de radar om twee objecten die zich op dezelfde afstand bevinden afzonderlijk weer te geven. Stel dat twee objecten zich in dezelfde richting en op een onderlinge afstand van 100 meter bevinden. De pulsduur van de radar is 1 microseconde en de pulslengte is dan gelijk aan 300 meter. In de animatie is te zien dat de gereflecteerde pulsen van de beide objecten overlappen. De ontvanger ontvangt maar één wat langere puls. Op het scherm wordt maar één object waargenomen. Stel nu dat de onderlinge afstand van de objecten 200 meter is. In deze animatie is te zien dat de twee echo's dan gescheiden zijn. De ontvanger ontvangt twee aparte pulsen en op het scherm worden twee objecten weergegeven. Uit het bovenstaande mag duidelijk zijn dat de grens ligt op 150 meter, oftewel de halve pulslengte. Het afstandsonderscheidingsvermogen is dus gelijk aan de halve pulslengte. Omdat op kleine bereiken kleinere pulslengtes gebruikt worden,
is het afstandsonderscheidingsvermogen op kleinere bereiken beter dan op grotere bereiken. Bij een pulsuur van bijvoorbeeld een tiende microseconde is het afstandsonderscheidingsvermogen nog maar 15 meter. Indien van twee objecten op ongeveer dezelfde afstand van het eigen schip het peilingsverschil minder is dan de horizontale bundelhoek, dan overlappen de echo's van de beide objecten. De ontvanger neemt weer maar één echo waar. Dit is het geval bij de linker en de middelste situatie. Is het peilingsverschil groter dan de horizontale bundelhoek, dan worden de echo's van de beide schepen gedetecteerd. Het peilingsonderscheidingsvermogen is dan ook de horizontale bundelhoek. Voor een goed peilingsonderscheidingsvermogen is een kleine horizontale bundelhoek dus gunstig. Dit betekent een grote scanner en een hoge frequentie. Een X-band radar zal in het algemeen een beter peilingsonderscheidingsvermogen hebben dan een S-band radar. Omdat voor zenden en ontvangen dezelfde antenne gebruikt wordt, moet eerst de gehele puls uitgezonden worden voordat een signaal ontvangen kan worden. Dit betekent dat de theoretische minimale afstand gelijk is aan de halve pulslengte. Ook voor het minimale bereik is het dus gunstig om een kleine pulslengte te gebruiken en dit is het geval op de kleinere bereiken. De minimale afstand wordt ook bepaald door de afscherming van objecten door bijvoorbeeld delen van de opbouw van het schip. Indien de radar op een klein bereik ingesteld staat, dan zal dit effect groter zijn dan het effect van de halve pulslengte. In de figuur is te zien dat de zogenaamde blinde sector in ballast groter is dan in geladen conditie. Hoe hoger de scanner staat, hoe kleiner deze sector zal zijn. Om de blinde sector in de richting van het voorschip te verkleinen, wordt om deze reden bij sommige schepen een aparte scanner op het voorschip geplaatst. Het maximale bereik van een radar is afhankelijk van een groot aantal factoren. Wat betreft de zender is de maximale afstand onder andere afhankelijk van de uitzendfrequentie, de pulslengte en het piekvermogen. Met behulp van het groter of kleiner dan teken wordt aangegeven wat gunstig is voor een groot bereik. Een lagere frequentie is dus gunstiger dan een hoge frequentie. Wat betreft de antenne is de maximale afstand onder andere afhankelijk van de grootte en de hoogte van de scanner. De gevoeligheid van de ontvanger bepaalt onder andere of een echo nog onderscheiden kan worden van de altijd aanwezige ruis. De opbouw van de onderste lagen van de atmosfeer bepaalt of er bijvoorbeeld superrefractie, subrefractie of ducting optreedt. De aanwezigheid van neerslag kan leiden tot een toename van de absorptie van de uitgezonden energie. In de volgende dia wordt hier aandacht aan besteed. De vorm van object, de hoogte van object, de richting van waaruit het object aangestraald wordt en het materiaal van het object bepalen onder andere de grootte van de radar cross-section van het object en dus de mate waarin het signaal gereflecteerd wordt. Hoe groter de radar cross-section, hoe groter het bereik waarop het object gedetecteerd wordt. In de kennisclip over het werkingsprincipe is hier aandacht aan besteed. Ter vergroting van de radar cross-section wordt soms een passieve of actieve radarreflector toegepast. Onder sommige omstandigheden buigt het signaal beter met het aardoppervlak mee. Dit wordt superrefractie genoemd en het bereik van de radar wordt dan vergroot. Soms buigt het signaal minder goed met het aardoppervlak mee. Dit wordt subrefractie genoemd en het bereik wordt dan minder. Soms wordt het uitgezonden signaal gevangen in een soort tunnel of duct in de onderste luchtlaag. Dit wordt ducting genoemd. Het bereik wordt dan aanzienlijk vergroot, nog meer dan bij superrefractie. Op het propagatiepad treedt ook absorptie op, waardoor het signaal verzwakt wordt en objecten misschien niet meer gedetecteerd worden. In deze grafiek staat horizontaal de frequentie in gigahertz uit en verticaal de mate van verzwakking. De gekleurde kromme lijnen behoren bij neerslag met een bepaalde intensiteit in millimeter per uur. Uit de grafiek blijkt dat de 10 cm of S-band radar bijna niet verzwakt wordt door de neerslag. De 3 cm of X-band radar wordt veel meer verzwakt. Dit signaal wordt zelfs al verzwakt door regen met een intensiteit van 12,5
en een halve millimeter per uur. Door het verschijnsel van diffractie is het soms mogelijk om objecten die zich achter een ander object bevinden, toch te detecteren. Het signaal buigt als het ware om de randen van het blokkerende object heen en raakt toch het te detecteren object. In de situatie van deze figuur wordt het vliegtuig dan gedetecteerd, hoewel het zich achter de berg bevindt. Er is echter ook een gebied waarin geen radarstraling komt. Dit wordt de blinde sector genoemd. Er kan ook sprake zijn van een schaduwsector waarin nog maar een heel klein deel van de radarstraling komt. Er geldt dat hoe hoger de frequentie van het signaal en hoe groter het object is, hoe minder diffractie optreedt en hoe kleiner de kans dat het gedetecteerde object ook inderdaad gedetecteerd wordt. Zowel de X-band als de S-band radar zenden hoogfrequente signaal uit. Door een gebrek aan refractie zal een ander schip dat zich achter een eiland bevindt dan ook niet gedetecteerd worden door de radar. Dit geldt overigens ook voor het land dat achter het eiland ligt. In deze situatie werd het kleine schip dat zich achter het kleine eiland bevond, dus niet gedetecteerd op de radar. Ook door objecten aan boord ontstaan blinde of schaduwsectoren. Voorbeelden hiervan zijn de schoorsteen of kranen of de radarmast zelf. In deze figuur zijn deze blinde sectoren aangegeven voor een bepaald schip. De blinde sector die behandeld is bij de minimale afstand komt hier nog eens bij. Aan boord dient de figuur aanwezig te zijn waarop deze sectoren aangegeven zijn, zodat de head of the watch hiermee bekend is en er rekening mee kan houden. Waar de blinde of schaduwsectoren zich bevinden, kan aan boord gecontroleerd worden bij de aanwezigheid van veel echo's van zeegolven. In de richting van de blinde sectoren worden geen echo's van zeegolven waargenomen. Zoals al eerder gezegd, detecteert radar objecten in de omgeving van het schip. Daarbij kan geen onderscheid gemaakt worden tussen het type object. Sommige van deze objecten zijn gewenste objecten, zoals schepen en land. Sommige van deze objecten zijn ook ongewenst, zoals zeegolven en neerslag. Dit wordt ook wel clutter genoemd. Clutter kan de detectie van gewenste echo's bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Valse echo's zijn echo's die op het radarscherm verschijnen, maar op die plaats is geen object aanwezig. Zeegolven geven ongewenste echo's die zeesluier of zeeklutter genoemd worden. Zeesluier bevindt zich op het radarscherm vooral rondom de positie van het eigen schip. De echo van een schip die zich in het gebied van zeesluier bevindt is moeilijk of zelfs niet te detecteren voor de operator. De afstand tot waar de zeesluier te zien zal zijn hangt af van een aantal factoren. Hoe groter de golfhoogte, hoe verder de zeesluier zich over het scherm uitstrekt. De richting van de zeegolven speelt ook een rol. Aan loeszijde, de zijde waar de wind vandaan komt, strekt de zeesluier zich verder uit dan aan leizijde. Hoe hoger de scanner zich boven het water bevindt, hoe groter het gebied van de zeesluier. De X-band of 3 cm lader heeft meer last van zeesluier dan de S-band of 10 cm lader. Tot slot zal bij een lange puls de afstand tot waarop zeesluier op het scherm te zien is groter zijn dan bij een korte puls. Bovenstaande betekent dat vooral bij grote golfhoogten beter de S-bandradar gebruikt kan worden dan de X-bandradar. De tweede conclusie is dat in deze omstandigheden beter geen langere puls geselecteerd kan worden. Neerslag geeft ongewenste echo's die regensluier of rainclutter genoemd worden. Het kan echter ook om andere soorten neerslag gaan. De echo van een gewenst object, bijvoorbeeld een schip of een boei, die zich in het neerslaggebied bevindt, kan ook moeilijk of zelfs niet te detecteren zijn. De sterkte van de echo van neerslag is afhankelijk van een aantal eigenschappen van de neerslag, zoals de soort neerslag, de intensiteit van de neerslag en de grootte van de neerslagelementen. Verder is ook de afstand tot het neerslaggebied een factor die van belang is. De X-bandradar geeft een sterkere echo dan een S-bandradar. In vliegtuigen is zelfs een X-bandradar aangebracht om buien te detecteren. Verder speelt ook de pulslengte weer een rol. Hoe langer de puls, hoe sterker de echo van de bui.
Bij het varen in gebieden met neerslag kan dus weer beter de S-bandradar gebruikt worden voor het detecteren van schepen en moet gekozen voor een korte pulslengte. Voor het verminderen van de regensluier geldt dus hetzelfde als voor het verminderen van de zeesluier. Voor de S-bandradar geldt ook nog dat er minder energie geabsorbeerd wordt door de neerslag, zodat deze radar ook beter in staat is om objecten die zich achter een regenbui bevinden te detecteren. Een valse echo is een echo die op het radarscherm zichtbaar is, terwijl er zich in die positie geen object bevindt. De meeste valse echo's komen voor in de buurt van het eigen schip. Een valse echo is pas een valse echo als positief is vastgesteld dat er zich in die positie geen object bevindt. De zogenaamde indirecte echo is een valse echo. Stel dat zich aan stuurboordzijde een schip bevindt. De radar detecteert dit schip in de juiste richting en op de juiste afstand. En dit geeft op het radarscherm de echte echo. Wijst nu de antenne bijvoorbeeld naar het achterschip, dan kan het zijn dat de uitgezonden energie via reflectie van bijvoorbeeld de schoorsteen ook bij ditzelfde schip terechtkomt en ook weer door dit schip gereflecteerd wordt en via dezelfde weg weer bij de ontvanger komt. De ontvanger detecteert dan dus een valse echo in de richting van de schoorsteen op ongeveer dezelfde afstand als de echte echo. Dit geeft een valse echo op het radarscherm. Dit soort valse echo's bevindt zich vaak in de richting van de blinde sectoren van de radar en treedt alleen op als de afstand tot het schip klein is. Tijdens de dubbele reflectie op de schoorsteen treedt namelijk nogal wat energieverlies op. Indien het andere schip zich dichtbij bevindt, dan kan het gebeuren dat de door het andere schip gereflecteerde energie gedeeltelijk weer kaatst wordt op de eigen scheepsromp en nogmaals in de richting van het andere schip gaat. Als deze energie dan nogmaals gereflecteerd wordt door het andere schip en de ontvanger bereikt, dan ontstaan de zogenaamde meervoudige echo's. De dichtstbijzijnde is de echte echo van het schip. De valse echo's bevinden zich in dezelfde richting als het echte schip op onderling gelijke afstand. Ook meervoudige echo's treden alleen op als het andere schip zich dichtbij bevindt. Het horizontale stralingspatroon van de radar bevat ook zijbundels. In de richtingen van deze bundels wordt ook energie uitgezonden. Als een object zich dichtbij bevindt, dan kan het zijn dat de energie uit de zijbundels ook gereflecteerd wordt en valse echo's geeft. Deze valse echo's bevinden zich op dezelfde afstand als de ware echo, maar in een andere richting. In de normale situatie wordt een puls uitgezonden. Als zich op een bepaalde afstand een object bevindt, dan zal na delta t seconde de echo van dit object de ontvanger bereiken. Na enige tijd wordt de volgende puls uitgezonden en ook deze zal weer door het object gereflecteerd worden. Dit object wordt op de juiste afstand op het radarscherm weergegeven. Stel nu dat zich op grote afstand een goed reflecterend object bevindt. De reflectie van dit object komt pas binnen nadat de volgende puls alweer uitgezonden is door de radar. De ontvanger denkt dat de binnenkomende echo hoort bij de tweede uitgezonden puls en meet een bepaalde delta t. Zoals in de figuur te zien is, is de werkelijke delta t veel groter. De echo wordt op het radarscherm dus veel dichterbij weergegeven dan dat het object zich in werkelijkheid bevindt. Dit wordt een second trace echo genoemd. Zeker in het geval van beperkt zicht en een kleine CPA kan dit een probleem worden omdat men denkt dat zich een schip dichtbij bevindt waarvoor uitgeweken dient te worden. Soms wordt door de ontvanger de uitgezonden straling van andere radars ontvangen. Hier ontstaat het bovenste patroon op het radarscherm. Dit wordt radarinterferentie genoemd. Bij de passage van een brug in rivieren of kanalen kan een valse echo door de brug ontstaan. De radar die door de brug wordt weerkaatst, kan weer reflecteren op het eigen schip en een tweede echo geven. Dit lijkt dus op de hiervoor behandelde meervoudige reflectie. Achter de brug is op het radarscherm een valse echo van het eigen schip waar te nemen. Nadat het eigen schip de brug, dan zal de valse echo ook dichter bij de brug komen en het lijkt dus net alsof er een tegenligger is. Wordt naar stuurboord uitgeweken voor dit schip, dan is het net alsof de schijnbare tegenligger bakbord uit is gegaan en dus nog steeds een tegenligger is. Een hoogspanningskabel die over een vaarwater is gespannen, geeft soms een echo die lijkt op de echo van een schip. Op de bovenstaande foto van een radarbeeld is deze echo te zien.
Ook is op dit radarbeeld de valse echo van het eigen schip te zien die ontstaat door reflectie op de brug. En hierbij eindigt deze kennisclip over radar. In deze kennisclip is uitgegaan op de mogelijkheden en de redelijk vele beperkingen van radar.